De richting Maatschappij en Welzijnswetenschappen is voor alle leerlingen die geboeid zijn in hun eigen gedrag en dat van anderen. Het is ook een ideale richting voor iedereen die gefascineerd is door de levensloopfasen van de mens. En voor leerlingen die bereid zijn om na te denken over essentiële levensvragen en kritisch willen omgaan met informatie. En voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe opvoedingssituaties het gedrag van mensen kan beïnvloeden. Ben jij zo'n leerling die graag naast de theorie in de klas ook effectief in de echte wereld aan de slag gaat? Dan ben jij de ideale leerling voor maatschappij en welzijnswetenschappen. De kern van de studierichting Maatschappij en Welzijnswetenschappen bestaat uit de vakken sociologie, psychologie en filosofie. Vakken die ook eigen zijn aan de humane wetenschappen. Maar waar zit het verschil nu? In de richting Maatschappij en Welzijnswetenschappen hebben we extra lestijden sociologie en psychologie. We gaan deze extra lestijden gebruiken om de leerstof concreet te maken. Jullie krijgen dus geen extra leerstof, maar we gaan aan de slag. Denk hierbij aan een observatieopdracht, een interview of een knipselmap. Bovendien besteden we in deze richting ook extra aandacht aan wiskunderemediering. Want net zoals humane wetenschappen bereidt deze richting je voor op het hoger onderwijs. Het vak sociologie en psychologie bestaat zoals je hoort uit twee wetenschappelijke disciplines. In sociologie bestuderen we de samenleving. Waarom zijn bijvoorbeeld sommige mensen rijk en andere mensen arm? En zijn mannen en vrouwen echt wel gelijk in onze samenleving? In de discipline psychologie bestuderen we net als binnen humane wetenschappen de gedachten, gevoelens en gedragingen van het individu. Waarom is een peuter zo slecht in het spelen van verstoppertje? Wat als ik in Japan geboren was? Zou ik dan nog dezelfde persoon zijn? Hoe voelt het om oud te zijn? Ben ik dan nog ik? En waarom verschil ik zo hard van mijn broer of zus? En hoe maak je al deze zaken bespreekbaar zonder iemand te kwetsen? Binnen deze richting is er meer ruimte voor een practicum waar we de leerstof zullen toepassen op concrete situaties. We schuiven dus iets vaker het boek aan de kant en gaan aan de slag met beeldmateriaal of levensechte personen. Zo heb je meer tijd om de leerstof echt in de vingers te krijgen. Bij deze theorie leggen we dus steeds de link met jullie persoonlijke levens. Daarom is verbindende en respectvolle communicatie erg belangrijk binnen dit vak. In het vak filosofie staan de vragen: wat is de mens, wie ben ik, centraal. Onze ideeën over de mens, hoe we naar de mens kijken, zegt iets over ons mensbeeld. Afhankelijk van de periode stellen we ons vragen zoals: waarin is de mens gelijkend of afwijkend van het goddelijke? Wat is gevoel? En waarin onderscheidt de mens zich van techniek? We gaan met andere woorden bestuderen wat de verschillende mensbeelden zijn binnen filosofische werken, reclame, films, gebouwen, romans enzovoort. Bovendien maken we ons filosofische methoden eigen, zoals filosofische vraagtechnieken. Stel dat je morgen wakker wordt in een ander lichaam. Dit en andere gedachte-experimenten komen aan bod tijdens de lessen. En daarbij leren we steeds onze eigen visie in vraag stellen. Met deze richting bereiden we jou voor tot een actieve jongere in de maatschappij. Je leert de zin en de onzin van frituurolie hamsteren, een Russische artiest cancelen of het organiseren van een sit-in tegen racisme op school. Je leert de wereld te benaderen vanuit verschillende invalshoeken, zonder meteen een oordeel te vellen. Door effectief met de leerstof aan de slag te gaan, krijg je inzicht in individuele drijfveren en groepsprocessen. En je blijft op de hoogte van wat er in de samenleving gebeurt. Kortom, maatschappij en welzijnswetenschappen is misschien wel dé richting voor jou.